Daar zou de regering zich 8 maanden over buigen, over het verbod op dataretentie. Het andere, dat ging over de thuiskopiewet. Dat zou per direct inderdaad tot een downloadverbod leiden. Dat is een enorme discrepantie in de reactie van de regering op 2 uitspraken die in dezelfde week in Straatsburg gedaan zijn. Ja, dat is volstrekt ongeloofwaardig wat dat betreft. Ik loop sowieso achter de feiten aan. Weet je wel. Maar goed, het grootste nadeel is bijvoorbeeld in Amerika zie je ook steeds meer artikelen opkomen. En dat gaat onder het motto van de skip. En de skip is in de muziekindustrie zeg maar het nieuwe fenomeen. Ja. Want in de oude tijd was het zo dat mensen natuurlijk gewoon die kochten cd's omdat ze het hoorden op de radio. Die kochten een cd'tje voor heel veel geld. Eigenlijk te duur, hè? Die prijs werd bewust hoog gehouden. Maar tegenwoordig zijn er niet meer, dus de hele distributie is natuurlijk veranderd. Ja, en tegenwoordig, daarom noemen ze het de skip. Mm-hmm. Tegenwoordig wordt muziek gewoon geskipt. Ja. Weet je wel? Dus om je muziek überhaupt gehoord te krijgen is tegenwoordig gewoon de uitdaging. Er is zoveel muziek en mensen zijn tegenwoordig zo van die druk op play en die denken nee, doe maar niet. Mm-hmm. Dus als bandje wil je aandacht hebben, nou wil je op zijn minst dat je gehoord wordt. Ja. En als er mensen het willen downloaden en jij zegt nou doe maar eerst een euro en je mag niks horen. En dat radio pluggen, DJ's van de radio zover krijgen dat ze jouw muziek draaien. Is dat tegenwoordig ook nog zo belangrijk vroeger? Of? Volgens mij niet. Nee, wat ik hoor is dat de impact van radio is gewoon nul. Weet je wel? Kijk, de radio is ook gewoon, dat wordt natuurlijk geplugd door pluggers, al even oud. Maar als je nu de radio aanzet, dan hoor je ook zo'n beperkt assortiment aan muziek draaien. Mm-hmm. En kijk, de toekomst is natuurlijk ontegenzeggelijk streamingdiensten zoals Spotify. Doorgang van de radio. Ja. Kijk, Spotify houdt natuurlijk dat heel veel mensen moe worden van die reclames en een premium account nemen. Alleen op dit moment, ik weet niet precies hoe de verhouding is, maar volgens mij is het iets van 95% heeft een gratis account en 5% heeft een betaald account op Spotify. En ze proberen natuurlijk steeds meer mensen te pushen naar die betaalde accounts. Alleen, ja, ik denk dat gratis, dat steeds meer dingen worden gewoon gratis. Ja. En tegelijkertijd, ja, zoals Blendon, weet ik wat, worden er wel pogingen ondernomen om geld te verdienen. Maar wat is er nou gelukt op dat vlak? New York Times wilde ook achter een betaalmuur. Dat is geflopt, weet je wel. Ze zitten toch nog wel. Maar de meeste artikelen die worden via andere apps, worden die wel allemaal van hun website geplukt. Dus zijn ze wel beschikbaar. Ja. Via hun eigen website zijn er 8. En via andere websites kan je al een artikel lezen. Dus ja. Het Blendel, hè? Is ook zo raar. Ik open een account. Gisteren om 5 uur 's nachts of zo. Ik ga weer terug naar bed. Ik kon niet slapen. Een paar uur later word ik wakker en heb ik, die is een stuk of 5 mensen, ja, die volgen je op Blendel. Wat is dat nou? Ik heb net een account geopend, ik heb helemaal niks gedaan, ik heb niet eens een artikel gelezen. En ik heb ineens volgers. Ja, maar dat zijn misschien mensen van Blendel zelf of zo, weet je wel, Alexander Drupping en die anderen. Die volgen je al, automatisch. Dat komt een beetje nep over op mij. En ik heb ook een paar artikelen verkocht. Het ene kostte 25 eurocent. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon niet meer dan een blog, weet je wel. Het was echt, ik had het zo uitgelezen, dat ik ook denk van, ja, gewoon had iemand toch uitgerekend, geloof ik. Ja. Als je het Elsevier, als je al die artikelen op Blendel zou kopen, zou dat blad 35 euro kosten of zo, weet je wel. Ja. Want het model is natuurlijk gebaseerd op het feit dat je nu kan zeggen, nou doe maar dat artikel en dat artikel. Ja. Alleen, als jij een magazine koopt en je leest dat ding echt lekker, lekker veel artikelen uit, en gaat het vergelijken met Blendel, ben je gewoon de Blendel veel meer geld krijgt. Ja. Dus een veellezer, die gaat straks op Blendel heel veel geld uitgeven, ja. Thank you.